In die beginjaren, die toden van Velzen, uit de toden van Velzen, dat weer de drovende kracht, die denk iedereen oorskreu en in kranten skreu, maar ook het onder de aandacht bracht van schreeuwers, werd hij dan contact met hier. Mm. Die dan ook wel kwam en die dan dus ook stik skreu van Tesselskade. Ja, ja. Nou ja, dat is letterlijk eigenlijk waar we omkwamen, totdat we in de jaren 80, 90, dat we toenmalige bestuur op ziekgang stikken, die dan oorzet waren in het Friesk. Trostiek van de Zee de, ja, ja. En Gerrit Hoekstra weer erin van. Hmm. Nou, en dat bracht ik weer dat het op een heeg plan kwam en dat de rjochten, de auteursrjochten, bij Tesselskadelijn. En dat is dan wel letter, waar dat er oren zeldschippen waren dat natuurlijk kocht via het stuft. Bij het theater gaan ze heel volle ingang gaan. Er is meestal van het theater kwamen bij mij denken over hoe de beljochting moest. Er waren dingen leend in beljochting, wat we dat zelf net hingen. Nou, later kwam daar een toneelontwerper bij, van, die maakte dan een maquette, Bert Mulder, dat die, de bekende namen. Nou ja, en zulke soort mensen met al je bij belutsen om het aan een professionele productie haast te brengen. Ja, ja. Wilt ze toch al een amateur winnen? Ja, ja. Ik weet nog wel dat toen ik er zelf bij weer, toen gingen we nou, misschien 20 repetities of zo. Mm-hmm. Nou, later weer dat al dik in de 40. Ja, ja, ja. Ja. Het maakt heel iets beter. Het maakt heel iets beter. Ja. Maar ja, we kregen een regisseur zoals Peter Tuurman. En Romke Toering had er geweest, Wouter Dane had er geweest. En letter Annie, die had er haast 40 jaar, nog 40 jaar erbij geweest. Ja. Dus ja. Ja, en die bracht ik dan een hege plan natuurlijk. Ja.